Mijn naam is Sjoerd van Bilsen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij Sjoerds Autoweek. In 2009 bracht Mercedes-Benz voor het eerst een model uit dat alleen als AMG werd verkocht, de SLS AMG. Er was dus geen donorauto voor deze SLS in het Mercedes-programma. En met deze SLS AMG bond Mercedes de strijd aan met Ferrari, met Porsche, met Lamborghini. Uiteindelijk werden er in een tijdsbestek van 5 jaar 11.000 gebouwd. En als kers op de appelmoes, als slagroom op de taart, kwam deze Black Series uit. En deze Black Series, daar was dan een op de GT3 racer geïnspireerde supercar die dan 70 kilogram lichter was en 60 pk meer uit die V8 motor peuterde. Hij had ook een grotere spoorbreedte, een aandrijfas van carbon fiber en afgewerkt met carbon fiber details. Natuurlijk om dat gewichtsreductiegetal van 70 kilogram te realiseren. En die motorkap is in zijn geheel, een lel van een motorkap hè, die is in zijn geheel van carbon fiber. En dat kun je heel goed hierboven zien. En daar ligt dan die befaamde V8 motor die volledig met de hand is gebouwd. In de standaard trim, in de standaard SLS leverde die 571 pk. En dat resulteerde dan in een topsnelheid van de auto van 317 km/u. Let wel, Mercedes-Benz begrensde die topsnelheid op 317 km/u. En in deze Black Series hangt een V8 motor waar dan 631 paardenkrachten uit worden geperst. En de topsnelheid van deze versie ligt op 315 km/u. Ja, de topsnelheid ligt lager. Ja, en kijk naar de auto, kijk naar al die spoilers. Dat zorgt ervoor dat de topsnelheid lager is dan van zijn normale coupébroeder. Wat ik al zei, dit is de kers op de appelmoes. Kijk die kleur, Solar Beam Yellow. Een prachtige tint. Zo staat hij ook in de brochure van deze auto. En het is ook zijn introductiekleur. Als je nou kijkt naar het design, het lijnenspel van deze SLS, dan doet hij maar aan één auto denken. En dat is een originele Mercedes-Benz 300 SL Vlugeltuur uit de jaren 50. En dan, je ziet het al hier, met die wereldberoemde vleugeldeuren. Maar wat als je nou met die auto op zijn dak komt? Ja, dat vormt geen probleem. Want wist u dat in deze auto, net als in de Lamborghini Aventador, hierbovenin patronen zitten die die scharnieren ontkoppelen. Waardoor als je op het dak komt te liggen, je de deur weg kunt drukken en zo uit die auto kan ontsnappen. Maar bij Lamborghini zeggen ze, dan moet je wel heel raar doen met je auto. Want de kans is erg klein dat je boven een hoek komt van 60 graden. En dan moet je ook nog eens een keer een snelheid hebben van minimaal 70 km/u voordat je op je dak belandt. Maar stel je voor, en dat is ook wat ze bij Mercedes-Benz zeggen, stel je voor dat dat toch voorkomt, weet dan dat je toch dankzij die scharnieren uit je auto kan komen. Ja, zo'n auto, zo'n Black Series, die gebruik je dan weliswaar veelvuldig op het circuit, maar zo'n auto is ook prachtig om mee te toeren. En dan nog een laatste feitje, nog een laatste detail van deze Black Series. Achterop staat de naam Black Series. En die aanduiding die zal door Mercedes-Benz niet meer worden gebruikt. En waarom niet? Omdat Black Series, net als Zwarte Piet, voor discussies zorgt. En Mercedes-Benz die wil zich daarvan onthouden. Dus in de toekomst geen Black Series meer voor Mercedes-Benz.